Goedemorgen lieve mensen en welkom bij deze nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag en vandaag heb ik een bruiloft en ik heb zo'n zin in. Ik weet niet, ik heb gewoon geen bruiloft meer gehad sinds ik best wel klein was. Dus eigenlijk wat ik me niet, ik kan het me gewoon niet meer herinneren. En vandaag heb ik weer een bruiloft. Ik zal jullie wel meenemen en wat dingetjes vloggen, maar ik kan natuurlijk niet te veel vloggen, want het is wel hun dag en ja, ik wil ook niet inbreken op hun privacy. Maar ik zal gewoon kijken in hoeverre ik jullie mee kan nemen. Lekker ontbijtje. Ik moet nog even muziek onder mijn vlog zetten en de data. En dan ben ik klaar. Dus dan kan die voor vanmiddag online. Dus dat ga ik eventjes snel doen. Hij is bezig mijn video aan het maken. Dus dan kan ik mezelf even gaan klaarmaken. Oké, ik heb echt stress, want ik moet namelijk nog een nieuwe panty gaan halen. Dus dat ga ik eerst even doen. Ik moet nog een huidskleurige panty hebben, die heb ik niet meer. Ik heb panties en dit waren de enige die ze hebben. En ja, ik heb panties gekocht bij de Albert Heijn. Don't judge, I don't care. En ik heb blarenpleisters, want ik heb echt super grote blaren op mijn enkels al. En als ik dan hakken aan moet vandaag, weet ik niet of het goed gaat. Dus die ga ik er even eerst op plakken. Dit is de uiteindelijke outfit. Ik heb dit jurkje uitgekozen. Ik heb ook mijn nieuwe kettingje aan van My Jewelry. En verder heb ik dus gewoon een panty aan. Ik doe mijn hakken erbij aan. Die heb ik net schoon moeten poetsen omdat ze helemaal vies waren in de kast. En ik neem deze ballerina's mee voor als ik niet meer op mijn hakken kan staan. Thank you.
vinden om zo'n wit te bouwen. En daarna gaan we door naar de volgende locatie. Iedereen is volgens mij best wel moe en we moesten de hele avond staan, dus iedereen heeft wel last van zijn benen eigenlijk. We hebben op een gegeven moment hadden we één stoel, die hebben we met z'n allen gedeeld, zijn we om en om op gaan zitten. Maar ik ben wel toe om naar huis te gaan en het licht valt hier weg. Dus. Het is ondertussen alweer de volgende dag. Ik was gisteravond zo moe dat ik gewoon meteen ben gaan slapen. Maar ik had sowieso nog, volgens mij heb ik helemaal niet de corsage laten zien die ik heb gehad. En hij is helaas al wel een beetje verwelkt. Dit was de corsage en ja, ik moest de hele tijd mijn jas aan en daardoor werd hij steeds een beetje plat gedrukt. Dus daarom ziet hij er niet super mooi meer uit. Die van mijn ouders zien er nog net iets mooier uit omdat die geen jas hadden. Verder hebben we ook nog dit als bedankje gekregen. Gewoon wat chocolaatjes. Het was echt een hele mooie bruiloft, leuke mensen. En ik wens het bruidpaar natuurlijk super veel geluk toe samen. Maar bij deze wil ik ook de video afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doeg!